Hallo beste Challenge Day aanwezigen. In deze video bespreken we hoe de toolskill de docent en student helpt om goed om te gaan met veranderingen binnen het curriculum. Voor de mensen die ons niet kennen, ik ben Joran van Your Next Concepts, een bedrijf uit Utrecht dat onderwijsinstellingen in Nederland en België helpt met het verbeteren van onderwijs met behulp van innovatieve software. We laten in deze video zien welke huidige problemen onze applicatie op kan lossen en welke positie wij met Skill bezetten in het applicatielandschap. Vervolgens tonen we de functionaliteit van Skill aan de hand van twee casussen. Aan de ene kant het snel en eenvoudig wijzigen van het curriculum en aan de andere kant het kunnen zoeken in de lesstof vanuit een LMS, zoals Canvas, Brightspace of Blackboard. De afgelopen maanden heeft er in onderwijsland op technologisch gebied een revolutie plaatsgevonden. De omschakeling van offline naar online onderwijs is vanwege corona op veel plekken binnen no time gerealiseerd. Iedereen heeft online colleges gegeven en toetsen georganiseerd. Hiermee is de onderwijsvorm aangepast, waardoor vaak ook de opzet van hele vakken is veranderd. Als we voorbereid willen zijn op de toekomst, is wel gebleken dat flexibiliteit in de vorm en structuur noodzakelijk is. We staan ook eigenlijk pas aan het begin van deze uitdaging, want in het komende schooljaar verwachten studenten weer optimaal onderwijs. Maar de situatie gaat niet terug naar september 2019. Maar welke content kunnen we gaan hergebruiken? Welke onderwijsvormen werken wel en welke niet? Als alle lesstof online beschikbaar komt, dan lijkt studeren op eigen tempo en in eigen tijd nog maar een kleine stap. Maar werkt dat ook voor alle vakken? Deze informatie verzamelen, inzichtelijk krijgen en daarna ook naar buiten brengen voor alle verschillende curriculumonderdelen is een flink karwei. Hoe mooi zou het zijn als het format van de curriculumonderdelen en de inhoud direct aanpasbaar is? En dat het daarna met één druk op de knop voor studenten in hun LMS en studiegids staat. Skill is een tool die dit mogelijk maakt. Het biedt ruimte om processen in te richten voor het onderwijs. Dus je kan bepalen wie wanneer de informatie voor studiegids, de informatie over de onderwijsinhoud en onderwijslogistieke informatie aan kan passen. En je bepaalt zelf wanneer je dit doorzet naar andere systemen. Skill is geen studentinformatiesysteem. Het systeem helpt een opleiding bij de transitie naar studentgericht onderwijs door de processen rondom onderwijsinhoud, onderwijsvorm en onderwijslogistiek te ondersteunen op een flexibele manier. Skill is het bronsysteem voor deze gegevens. Aan de hand van twee casussen zullen we laten zien hoe het programma ondersteunt bij de onderwijsontwikkeling. Stel, er is een pandemie gaande waardoor je als opleiding snel moet kunnen schakelen. Dan wil je bepaalde informatie bij gaan houden van vakken die je daarvoor nog niet nodig had. Voor deze demo houden we het simpel en maken we voor een vak de volgende velden aan. Een link naar een videopresentatie, het maximaal aantal deelnemers en of een vak nu helemaal op afstand te volgen is. Hier ziet u een demo-omgeving van Skill. In het midden ziet u de inhoud van het curriculumonderdeel, in dit geval een vak. In de menubalk ziet u verschillende functionaliteiten van Skill. En daarnaast ziet u de curriculumstructuur. In principe is het mogelijk elke onderwijsstructuur vorm te geven in de applicatie, of dat nu cohort gebaseerd is of helemaal flexibel. Dit is mogelijk door de verschillende bouwblokken, genaamd types. Het is mogelijk aan een type een blok met informatie toe te voegen, zodat aan elk curriculumonderdeel van dat type, bijvoorbeeld een vak, dat blok wordt toegevoegd. In deze casus is het dus corona-informatie, maar het kunnen ook velden rondom de onderwijskwaliteit, inhoud of roosterinformatie zijn. Als het blok in een vak aangemaakt is, kan een docent of andere verantwoordelijke de informatie erin zetten. Het importeren van huidige curriculuminformatie vanuit de studiegids of Excel-documenten in Skill is uiteraard mogelijk. Met behulp van notities kunnen taken uitgezet worden voor verschillende betrokkenen, waarmee werkprocessen eenvoudig in gang gezet worden. Een e-mailnotificatie met directe link naar het juiste curriculumonderdeel zorgt voor een gestroomlijnd proces. De onderwijsinformatie wordt zo bijgehouden op één plek. Maar het inzichtelijk maken van de data is natuurlijk ook belangrijk. Het exporteren van de data kan op verschillende manieren.
In de tabelweergave is het curriculum inzichtelijk gemaakt op een manier die op Excel lijkt. Hierin is direct te zien wat er gebeurt bij het verplaatsen van een onderwijsactiviteit. In dit simpele voorbeeld verslepen we een onderwijsactiviteit naar een ander blok, waarna het aantal studiepunten van het blok aangepast wordt. Skill is de plek waar curriculumcommissies, maar ook roostermakers en learning space managers hun informatie kunnen ophalen. Iedereen kan er zeker van zijn dat de informatie up-to-date is. Een andere mogelijkheid voor het exporteren van de gegevens uit Skill zijn rapportages. Deze functionaliteit is bijvoorbeeld te gebruiken voor het maken van themaboeken, syllabussen of studiegidsbijlagen. Deze informatie wordt dan vanuit Skill geëxporteerd naar het LMS. Met behulp van rapportages zijn overzichten op elk niveau mogelijk. Bijvoorbeeld een literatuurlijst van alle vakken in blok 1 of alle leerdoelen die per vak behandeld worden in een semester. Skill zorgt voor een basispakket van informatie dat eenvoudig in te richten is. Zo zorgt de opleiding voor een gestructureerde basis waardoor flexibeler onderwijs mogelijk wordt. De informatie die in Skill staat is relevant voor verschillende werknemers van een instelling. Maar de onderwijsinhoud is natuurlijk ook voor de studenten zelf van belang. Om studenten hiertoe toegang te geven, is het mogelijk om te googlen in het curriculum. Ze blijven hierbij binnen het LMS, in dit geval Canvas, en via de LTI-koppeling zoeken ze in Skill. Ze kiezen hun startjaar, zoeken op een zoekterm en vinden direct terug waar dit onderwerp behandeld werd. Zij kunnen dan direct door naar de vakpagina in Canvas om te zien wat er bij de laatste uitvoering behandeld is. Eerder deden de studenten dit handmatig en kostte het de studenten veel zoekwerk, als ze de informatie al vonden. De integratie tussen het LMS en Skill is eenvoudig uit te breiden. Studenten kunnen dan de vakken vinden die zij nog moeten volgen, of juist de vakken die ze zelfstandig kunnen volgen, om bepaalde leerdoelen op eigen tempo in te halen. Zo geeft Skill de student de mogelijkheid zelfstandig te zoeken welke vervolgvakken hij wil doen en zo zijn of haar roadmap voor de studie te bepalen. Met Skill is het dus mogelijk om de onderwijsinhoud en onderwijsrandvoorwaarden op orde en up-to-date te houden. Zo behoudt de opleiding een georganiseerd curriculum inzichtelijk voor iedereen. We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze video nog vragen voor ons heeft. We spreken u dan graag bij de Q&A op 18 juni. Your Next Concepts, die werken met de applicatie Skill, of die leveren de applicatie Skill. Inderdaad, Paul, dankjewel. Ja, goed. Van harte welkom. Ook jullie heel hartelijk bedankt voor je bijdrage in de voorbereiding en de mooie video die geproduceerd is. Heel fijn dat jullie ons zo wat hebben kunnen vertellen over Skill. En daarover gaan we graag met jullie in gesprek. En de eerste vraag die ik hier heb staan, die is wel van Marina. Ja, die is zeker van mij. Hele goedemorgen. We hebben in jullie video gezien hoe een LTI-koppeling met een LMS als een voorbeeld en een aantal van de mogelijkheden. En toch even naar wat algemene vraag. Zou je kort kunnen samenvatten waarom flexibel onderwijs mogelijk is als jullie applicatie gebruikt wordt? Het curriculum is natuurlijk altijd in verandering. En laat ik vooropstellen voor degenen die het filmpje niet hebben gezien, we zijn dus geen studentinformatiesysteem. Dus we zitten echt heel erg aan de curriculum ontwikkeling kant. Dus het wordt voornamelijk gebruikt door onderwijsmanagers en docenten ook vooral. En het is uiteindelijk belangrijk dat omdat het curriculum continu verandert, even denken. Ik kan anders ook wel even mijn collega Casper aan het woord laten. Die heeft er misschien een ander antwoord op. Casper, kun jij jezelf al unmuten? Ja, volgens mij horen jullie mij dan nu.
even nogmaals de vraag. Dus hoe gaan wij om, of waarom, hoe ondersteunen wij flexibel onderwijs? Dat is eigenlijk de vraag, toch? Ja, precies. En ik denk dat het heel handig is van wat is dan jullie perspectief op flexibel onderwijs? En dan komen we op van hoe ondersteunt de applicatie eigenlijk jullie ideeën over wat hoort bij flexibel onderwijs? Ja, kijk, waar we uiteindelijk naartoe gaan met z'n allen, denk ik, en dat we misschien ook met een stroomversnelling naartoe aan het gaan, of tenminste dat is de verwachting, is dat uiteindelijk elke student een flexibel leerpad bij elkaar kan zoeken. Misschien wel binnen bepaalde randvoorwaarden. Alleen die randvoorwaarden moeten duidelijk zijn. Eerder, denk ik, in de vorige presentatie, tenminste in de vorige, stel ik mijn rol samen. Of hoe zorg ik ervoor dat alles past? Of hoe wil ik dat laten passen? Dus er zijn bepaalde onderwijslogistieke randvoorwaarden, maar zeker ook onderwijsinhoudelijke randvoorwaarden. Uiteindelijk geloven wij dat het belangrijk is om die informatievoorziening op al die aspecten te hebben. Want op het moment dat je dat helemaal goed hebt ingericht en dat ook goed in kan zetten, op die manier kun je uiteindelijk flexibel onderwijs ondersteunen. Een van de voorbeelden, als we kijken naar de onderwijsinhoudelijke zaken, is bijvoorbeeld, stel, je gaat je onderwijs op een bepaalde manier opbouwen. Kijk, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Ik ben zelf geen onderwijskundige en zeker niet een onderwijskundige binnen een bepaalde opleiding of een vakdocent binnen een opleiding. Eigenlijk zijn dat uiteindelijk experts die daarover moeten bekijken hoe gaan we dat uiteindelijk precies opbouwen. Dan ga je waarschijnlijk wel bepaalde eenheden krijgen of activiteiten waar bepaalde zaken geleerd worden. Op het moment dat je dat op een goede manier structureert, dan zou je bij wijze van spreken kunnen zetten, nou, we hebben dat op orde. We hebben het kader voor een bepaald diploma of een edu-badge of wat ook, zijn een aantal leerdoelen of een aantal leeruitkomsten. En aan de hand van de verschillende plukjes die ik her en der bij elkaar shop, heb ik uiteindelijk een compleet beeld of heb ik bijvoorbeeld een bepaalde kwalificatie. En misschien ook nog een bepaalde specialisatie, omdat je daarmee gelijk eigenlijk mee hebt geharkt wat je nog meer allemaal hebt geleerd in je opleidingstraject, zeg maar. Geeft dat een beetje een antwoord op de vraag? Ja, stel nou ik ben een student die tegelijkertijd meerdere eenheden wil volgen om die kwalificaties te kunnen behalen. Hoe ondersteunt dan jullie applicatie dat gedachte? Dat ik sneller door de verschillende, door de content heen gaan of juist bewust gaan vertragen. Ik begrijp wat je zegt vanuit de curriculum verander ik inhoudelijk, dus dat zie ik. Ja. Hoe zit het dan met het tempo aspect? Wat ondersteunt de applicatie op dit moment? Ook aangaf, wij zijn geen studenten in het systeem, dus in wezen weten wij ook niet zo heel veel over de student. Maar wat we bijvoorbeeld wel kunnen doen, is de student op een bepaalde manier informeren. Dus gegeven, ik heb een aantal modules gedaan, of dat nou binnen een bepaalde opleiding is of over drie opleidingen. Daarvan de informatie eigenlijk door ons zoeksysteem halen en aan de hand daarvan kijken wat voor aanvullende modules er bijvoorbeeld mogelijk zijn. In hoeverre er al aan bepaalde leerdoelen is voldaan, of dat de focus vooral heeft gelegen op analytische vaardigheden. Volgens mij sluit het Elspeth dit bij onze volgende vraag die we hebben voorbereid. Ik weet niet of je wil. Ja, je bent er. Ja, daar ben ik. Ja, want de vraag die wij daar eigenlijk op volgend hadden. Kijk, jullie zijn heel duidelijk, jullie zijn geen CIS. Jullie bieden wel een belangrijke functionaliteit. Maar hoe positioneren jullie jezelf dan in het landschap van zo'n instelling? Werkt jullie platform samen met een CIS? Dus ontstaan er LTI-koppelingen met een LMS of anderszins? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik denk dat dit is een vraag die ik, of dit is een onderwerp die ik heel veel voer met klanten of potentiële klanten. Omdat ik ook merk dat vaak niet eenduidig is. De bron-afnemer discussie dat soort technische zaken. Dat komt wel naar voren. Kijk, wat ik uiteindelijk geloof is dat je of een verrijkende functie hebt. Dus gegeven een bepaald examenprogramma, als we even klassiek kijken, wil je uiteindelijk zorgen dat er bepaalde informatie toegevoegd wordt. Of ervoor wordt gezorgd dat dat hapklaar is, zodat
ook andere afnemers, studenten, docenten dat op een goede manier kunnen gebruiken. Aan de andere kant zit er ook een stap voor. Hoe zorg je ervoor dat zo'n examenprogramma tot stand is gekomen? Kijk, uiteindelijk denk ik dat je in die PDCA-cyclus per keer moet kijken van waar ligt op dat punt ook gegeven hoe ver een organisatie is met flexibel onderwijs of hoe die de curriculumontwikkeling, de visie op de curriculumontwikkeling is. Kijken hoe je zowel bij totstandkoming van programma's, cursussen, modules, als ook de verrijking en informatievoorziening naar de betrokkenen om bijvoorbeeld het curriculumbewustzijn bij docenten te kunnen verhogen. Elspeth, je staat nog op mute. Daar sluit wel een vraag in de chat op aan, want flexibel onderwijs, daar staan leeruitkomsten in centraal. Dat betekent dat je dus met verschillende activiteiten en wellicht ook verschillende toetsvormen op hetzelfde punt uit kunt komen. Hoe ondersteunen jullie dat? Ik denk Joran, sorry. Ik vraag me af of Peter het nu vraagt staat over constructive alignment, dus of je leeruitkomsten getoetst worden of op een goede manier gegeven worden en op een goede manier getoetst worden. Kijk, van elk vak of wat voor onderwijsactiviteit je ook bij wil houden, kan je natuurlijk deze eigenschappen van die onderwijsactiviteit bijhouden in skill. En die relatie daartussen is bij ons vast te leggen in het in de leerdoelenmodule, waarbij je dus die relaties op die manier kan aangeven. Ik weet niet of dat Peters vraag beantwoordt. Je kunt dat dus ook zeg maar op een gewenst moment vastleggen, die relatie. Dat kun je ook later vastleggen. Of daar kan een diversiteit worden vastgelegd. Jazeker. Ja, je kan dus ook onder een vak kan je bijvoorbeeld een entiteit toets maken waarin je aangeeft wat de toetsvorm is. Of voor hoeveel studiepunten die toets geldt. Dat in die zin zijn we helemaal flexibel. Dus je kan op een onderwijsvorm zeggen, nou, de onderwijsvorm is een hoorcollege. Maar je kan het ook uitsplitsen in activiteiten. En daar kan je dan weer specifieke leerdoelen aan vastkoppelen. Dat is allemaal mogelijk. Anna heeft wel een mooie vraag die vanuit het studentperspectief hier nog een eindje verder ingaat. En ze staat nog op mute. Jullie systeem gaat dus vooral over het curriculum en de docentkant. Maar stel dat er curriculumveranderingen zijn dus heel makkelijk mogelijk, als het goed is, bij jullie applicatie. Maar stel dat die plaatsvinden, hoe is dat dan voor studenten die in eigen tempo door het curriculum gaan? En hoe goed wordt dat naar de studenten doorgecommuniceerd? En hoe gemakkelijk is dat als je het vanuit het studentperspectief bekijkt? Er zijn eigenlijk twee manieren waarop de informatie die in skill staat, die uiteraard relevant is voor studenten, geëxporteerd wordt. Dus de ene manier is door middel van de rapportages die in een LMS kunnen komen te staan. En de andere manier is, zoals we nu voor het EMC hebben gemaakt, is het de LTI-koppeling, waarin je direct kan zoeken in je curriculum. En die informatie is direct up-to-date. Dus als je het aanpast in skill, dan kan een student die een minuut later googelt binnen zijn LMS, die informatie direct beschikbaar krijgen. Dus als een vak verandert van zelfstandig onderwijs naar niet meer zelfstandig onderwijs, dan is dat direct up-to-date. Mooi, dus als ik hem kort samenvat, Joran, betekent dat het onderwijs kan just-in-time wijzigingen doorvoeren. En die zijn ook meteen zichtbaar voor de student in het learning management systeem. Ja. Hartstikke mooi. Ook weer omwille van de tijd wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie toelichting bij de presentatie. En ik zie jullie heel graag terug straks om 11:30 in de breakout room om daar nog even verder te praten over skill. Geen LMS, geen CIS, maar net tussenin.
Dank jullie wel voor de bijdrage.